Goedemorgen en van harte welkom. Ik ben benieuwd of ik goed te verstaan ben. Misschien kan je in de chat even laten weten of je mij kan horen. Misschien kan je in de chat even laten weten of je mij kan horen. Dan weet ik dat alles het doet. En Menko zegt ja hoor, kijk, dat is in ieder geval hartstikke mooi. Dan gaan we Menko gelijk daarvoor eventjes belonen. Door hem eventjes te promoveren. Tot panelist. En dan doen we eventjes bij Peter. Dan hebben we denk ik in ieder geval een leuk groepje vandaag. Even kijken of ik hoor ze nog niet. Maar goedemorgen. Nu wel, ja. Goedemorgen. Peter Meijburg hier. Is het met Peter? Vanuit een herfst, nou, lichtzonnig Broek in Waterland. Ja, lichtzonnig, dan kom ik naar jou toe, want hier is het nog grijs. Oh, en ik ook. Ja? Het regent hier. Kijk. Ja, dan is het zonnige noorden in plaats van het zonnige zuiden. Godverdorie, zitten we verkeerd. Ja. Goedemorgen, Peter. Prima, goedemorgen. Hoi. En een heugelijke dag, want het is weer de derde vrijdag van de maand. Joehoe! Het is weer zo. We mogen weer. Ja, het geld is weer verdiend. Daar weten we pas over een uur. Nee, nog eigenlijk. Hè. Dus eerst gaat Peter de aftrap verzorgen. Ik neem het tweede gedeelte van mijn rekening. Maar officieel weten we natuurlijk pas om 4:01. Ja, klopt. Nou, ik denk dat je om 4:00 stipt het wel weet, hoor. Ja, en 4:55 ook wel, hoor. Ja, waarschijnlijk ook wel. Ja. Nee, heel leuk, we zien een aantal mensen binnenkomen. Een aantal bekende mensen. Ik zie Jean-Pierre, ik zie Charles. Heel leuk dat jullie er allemaal zijn. Rick zie ik, leuk. Ruud zie ik in de house. Peter. Lieve, we hebben wat dames erbij. Hanneke zie ik. Wat leuk dat er ook steeds meer dames acte présence geven. Nou, dat komt door jou, denk ik, hoor. Nee, ik heb het aan Peter al verklapt, maar wij verwachten vandaag een hele grote opkomst. En dat is met name door de truc die jij uitgehaald hebt, Harm. Daar willen we jou nog even voor belonen en bedanken. Want je hebt namelijk de foto van Peter bij de aankondiging van het webinar gepost. Is dat zo? Ja, in de agenda bij mijnpumpenleger.com, daar sta jij prominent met je foto aanwezig. Oh. Dus ga eens kijken zo. Ja, dat trekt vrouwen natuurlijk. Dat trekt massa's. Hè? Misschien ook wel mannen. Hè? Ja, misschien. Ja, nou. Ja en, ik verwacht in ieder geval toch wel dat we de capaciteit, de maximale capaciteit van 1000 wel gaan halen vandaag, hoor. Ja, vertrippelen. Hè? Ja, een duurder Zoom-abonnement. Ja, dat is uit op een gegeven moment. Dus, Peter, en zo jagen wij gewoon Harm op kosten. Dat is natuurlijk ook wel leuk, hè? Ja. Nou ja, maar dat is voor het goede doel, hè. Dus wat dat betreft is geen enkel probleem. Oh, ik zie dat, ik zie geen beeld, maar ik hoor jullie wel. Zegt Vincent, nou dat klopt Vincent. Misschien ja, dat ofwel Harm ofwel Peter zijn beeld gaat delen. Zal ik dat eens gaan doen? Ja, ik zit vol spanning te wachten hier. Welke fantastisch mooie beelden we vandaag allemaal gaan zien. Kijk, slimmer met opties.nl. Kijk, dat is in ieder geval een mooie. Kijk, die zit in ieder geval. Die is goed. Precies. Nou, ik heb een mooie domeinnaam. Ja, goed. Toen ik daarmee bezig was een paar jaar geleden, zat ik, ja, wat voor domeinnaam moet je nou kiezen? Toen dacht ik, ja, opties schrijven. Dat vind ik altijd zelf wel een interessante strategie. Toen dacht ik, time is on our side. Ik ben blij dat ik dat niet gedaan heb, want het is natuurlijk. Klinkt wel leuk, maar ja, het zegt niks. Nee. En ja, toen dacht ik, je moet het heel simpel houden. En dat weet ik ook nog uit mijn reclameachtergrond. Simpel en niet te ingewikkeld. Nee. Heette dat niet KISS, Peter? Wat zeg je? Heette dat niet KISS? Ja, keep it simple, stupid. Ja, precies. Hè? Dat, zoals jij dat inderdaad vertelt. Ja, ik zat daar over te denken en ik dacht, nou ja, slimmer met opties, dat heeft ook nog wel een soort van belofte, hè? Dat je een beetje slim bezig bent.
Ja, laat maar eens gaan kijken, want het is inmiddels 1:12. Oh god, ja. Dus laat maar eens kijken of inderdaad gewoon slimmer met opties gaan zijn dan. Want daar ben ik in ieder geval heel benieuwd naar. Nou, ik wilde in ieder geval zo eens laten zien hoe je in ieder geval flexibel kunt zijn met opties. Hè? Dat is natuurlijk ook eigenlijk wel een soort vorm van slim zijn. Maar kan ik al beginnen, Harm? Ja, ik zou zeggen, take it away. The floor is yours. Oké, nou, dankjewel. Succes. Dankjewel. Welkom iedereen. Leuk dat jullie er allemaal zijn. En misschien druppelen er nog wat mensen zo binnen. Maar zoals gezegd, ik wil zo iets gaan vertellen over flexibiliteit met opties. Opties hebben bij sommige mensen nog wel eens het imago van ingewikkeld en moeilijk en risicovol. Nou, dat is natuurlijk allemaal zeer relatief. Hè? Als je natuurlijk je niet eerst verdiept in de materie en je springt in het diepe, dan kan het inderdaad heel risicovol zijn. Maar als je je wel verdiept, dan zijn opties heel, heel flexibel eigenlijk. Maar goed, slimmermetopties.nl, dat is de naam van mijn website die ik een paar jaar geleden ben begonnen. En hoe kwam dat? Ik werd in eind 2016, eventjes voor degene die nieuw zijn in dit webinar, eind 2016 gevraagd door Traders Only om een boekje over opties te schrijven. Piet van Oppen die vroeg dat aan mij. Die wist dat ik copywriter was en bovendien al een tijdje met opties bezig was. Dus hij vroeg aan mij of ik iemand kende die dat wilde doen voor Traders Only. Hij bedoelde natuurlijk eigenlijk, wil jij dat voor ons doen? En toen dacht ik, ja, eigenlijk wel een leuk idee. Ik vind opties heel interessant. Schrijven vind ik ook heel erg leuk om te doen. Dus ik ben gaan zitten brainstormen met mezelf en een indeling gemaakt. En het resultaat was dus dit boekje, Hoe ook jij geld verdient met opties. En daar beschrijf ik de wat eenvoudiger strategieën. De zogenaamde tweebenige strategieën. Je hebt ook bijvoorbeeld vierbenige strategieën, de Iron Condor en de Butterfly. En je hebt allerlei ingewikkelde constructies, maar hier behandel ik dus de wat eenvoudiger constructies. En nou, dit boekje is verspreid in een oplage van, ik weet niet meer precies uit mijn hoofd, 6.000 of zo. Behoorlijk veel en het werd gratis verspreid aan klanten van Traders Only en anderen die konden het gratis bestellen. Dus nou ja, leuke reacties op gehad. En toen ik dit klaar had, dit boekje, toen dacht ik eigenlijk, ja, wat nu? Hoe nu verder? Want zoals gezegd, ik was al een tijd bezig met opties. En ik dacht, het is ook weer zonde om daar verder niks meer mee te doen nu. Dus toen ben ik die website slimmer met opties begonnen. Nou, een van die dingen, ik liet het net al zien, dat is Beursvizier. Dat ben ik een jaar of... Dat is het, anderhalf geleden begonnen. Dat is mijn nieuwsbrief, tweewekelijkse nieuwsbrief. Dit weekend ga ik weer een nieuw nummer maken. En onderdeel daarvan is dat ik ook trade alerts uitstuur naar mijn abonnees. Dus elke keer als ik een trade doe of een aanpassing aan een trade, of ik sluit bijvoorbeeld een trade, dan stel ik mijn abonnees daarvan op de hoogte. En ik vertel ook altijd waarom ik iets doe. Nou, en dat vinden mensen heel leerzaam. Althans, dat krijg ik altijd te horen. En support, hè, ondersteuning, dat is ook onderdeel van het abonnement. Iedereen krijgt uitgebreid antwoord van mij. En dat is dus eigenlijk in het kort die nieuwsbrief Beursvizier. Ik zou zeggen, kijk eventjes op mijn website. Je kan er ook een aantal online cursussen vinden of mogelijkheid voor een privécursus. Dus slimmermetopties.nl. Voor vanmiddag had ik een beetje bedacht, ja, is het nou tijd om uit te stappen? Ik heb hier, gisteren was dat een printje gemaakt van de S&P 500. Dit is de weekgrafiek, hè, dus elk candletje vertegenwoordigt een week. Nou, je ziet vanaf begin 2020 is dat ontzettend hard gegaan. En ja, de vraag is natuurlijk, hoe lang gaat dit nog door? Ik weet het niet. Het kan nog een tijdje doorgaan. Je hoort allerlei verschillende verhalen. Sommigen zeggen, nou, we hebben het nu wel ongeveer gehad. De correctie is naderend en het kan elk moment omslaan. Anderen zeggen, wel nee, de Federal Reserve en andere centrale banken die blijven maar
gratis geld printen. En dat geld dat zoekt toch een weg. Hè? Dat is altijd de weg naar rendement. Dus die stijging kan al wel doorgaan. Ja, nogmaals, ik weet het niet. Ik heb geen glazen bol. Maar ja, ik kan me voorstellen dat, dat er toch mensen zijn die zich afvragen. Nou ja, goed, ik zit met aandelen al een tijdje in portefeuille. En wordt het niet eens tijd om uit te stappen? Hè? De beurzen staan op all-time highs. Stel dat je winst nu hebt. Wat doe je met je winst? Ik ben eigenlijk wel benieuwd of onder jullie, onder de toehoorders, deze vraag ook speelt. He, hebben jullie ook aandelen en zit je dan met die vraag, ik heb een leuke winst gemaakt de laatste tijd, maar wat doe ik nu? Dus gooi het even in de chat en misschien kan Menko dan even kijken wat er binnenkomt. Ik kan dat van hieruit even niet zien. Ja, en misschien dan aan alle deelnemers vraag, ga dan naar de chat en tik dan even naar, als je je antwoord wilt typen, naar all panelists and attendees. Want dan zien we het ook allemaal. En dan krijgen we een klein beetje een indicatie op de vraag die Peter gesteld heeft. Ik zal je zo meteen op de hoogte brengen, Peter. Oké, nou dat is goed. Even als voorbeeld. Stel nou dat je vorig jaar, ongeveer een jaar geleden in juli, zou zijn ingestapt in Apple. Apple was al een behoorlijk eind gestegen. In de tussentijd is dat aandeel wel, geloof ik, door 4 gegaan. Maar in ieder geval de huidige koers, zeg maar 100. Stel dat je even op dat niveau was ingestapt. Donderdag stond de koers op bijna 150. Hè? Dus dat zou betekenen dat je dan $5,000 of euro winst zou hebben gemaakt. 50%. Nou, dat is natuurlijk gigantisch in zo'n korte tijd. Gisteren is de koers, dacht ik, wel ietsje gedaald. Maar goed, kan vandaag weer omhoog gaan. Dus laten we even voor het gemak zeggen dat die koers op 150 stond. Nou, dan zit je natuurlijk op een hele mooie winst. En ja, je kan natuurlijk lekker blijven zitten en hopen dat Apple verder gaat stijgen de komende maanden. Maar ja, zoals gezegd, niemand weet wat er gaat gebeuren. De koers die kan inderdaad verder omhoog gaan. Maar stel nou dat die koers ineens gaat dalen. Dat zou zomaar kunnen. Dat hebben we vaker gezien. Apple is natuurlijk een fantastisch bedrijf, maar goed, als de stemming ineens omslaat, dan zal Apple waarschijnlijk ook mee naar beneden gaan. En dat geldt ook voor andere bekende namen, ASML, Netflix, noem het maar op. Dus je weet het niet. Dit kan allemaal gebeuren. Wat zijn dan de opties? Ja, dat is altijd een leuke woordspeling als je het over opties hebt. Maar goed, wat zou je kunnen doen? Je kan natuurlijk zeggen, nou, ik leg een stop los onder de koers. Hè. Ik heb winst gemaakt en ik leg daar een stop los onder. Mocht die koers gaan dalen, dan word ik uitgestopt. Maar goed, dan heb ik in ieder geval winst. Nou, dat is natuurlijk een mogelijkheid. Alleen de vraag is natuurlijk, waar leg je dan je stop los? Dat is natuurlijk altijd moeilijk. Je hebt ook verschillende soorten stoplosses. Je hebt trailing stops. Maar je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou, ik leg mijn stop los op een niveau van 135. Hè. Die koers die is daar al een paar keer geweest rond dat niveau. Dat was vorig jaar in de herfst van 2020, zo rond de jaarwisseling. Een tijdje geleden was die daar ook al 135. Dus ja, als die koers dan op ongeveer 150 staat, dan geef je hem dus eigenlijk de ruimte om nog 20 of 15 te dalen en dan zou je worden uitgestopt. Dus ja, dat is een mogelijkheid. Dan geef je een klein deel van je winst weer weg. Maar goed, wat kan gebeuren is dat die koers daar net doorheen daalt, gaat door je stoplos en vervolgens weer vrolijk verder noordwaarts gaat. Ja, en dan krijg je dus dit effect van je haren uit je hoofd trekken, zonder dat ik dat gedaan heb. Want dat is natuurlijk een bekende emotie. Het is natuurlijk niet leuk om verliest, of in ieder geval om uitgestopt te worden. Maar het is natuurlijk nog veel erger om vervolgens te zien dat jouw collega of jouw familie of vrienden wel nog steeds in Apple zitten en jij mist nu verder die stijging. Nou, een andere optie is, ja, je kan gewoon uitstappen. Hè? Je kan je winst verzilveren. Je kan gewoon zeggen, nou, ik vind het mooi geweest. Mijn target is bereikt en ik verzilver mijn winst en ik ga weer op zoek naar een andere
mogelijkheid. Maar ja, ook nu weer de vraag, als Apple vervolgens vrolijk verder stijgt. Hè? Dat kan natuurlijk gebeuren. Hetzelfde effect weer. Trek je weer je haren uit je hoofd, want jij bent uitgestapt en Apple gaat gewoon weer door. Ja, dat is natuurlijk pijnlijk. Maar goed, wat je eigenlijk zou willen is, je wil en winst hebben, hè? Je wil winst nemen en ook blijven profiteren van een verdere stijging. Maar ja, hoe doe je dat? Kan dat, hè? Je kan natuurlijk, je kan niet alles hebben, maar nog eventjes teruggaan naar Apple. Hè? Dus vorig jaar juli ben je ingestapt. Nou, je hebt een hele mooie winst te pakken. En ik ging dan gewoon eens kijken naar de optieseries van december 17, de derde vrijdag van december, van Apple. En dat is een looptijd van 155 dagen nog. Dus ik heb eens zitten kijken naar de call opties met uitoefenprijs 150, hè? Delta 0,52. Nou, die kost, donderdagavond was dat geloof ik, $10.20. Dus laten we zeggen, als jij één zo'n call zou kopen, zou je ongeveer $1000 kwijt zijn aan zo'n call optie. Nou, wat je zou kunnen doen is, je 100 aandelen, stel dat je 100 aandelen zou hebben, Apple, die verkoop je, hè? Je pakt je winst. Die is in ieder geval verzilverd. En van die winst koop jij die december 17 150 call. Nou, die kost dus ongeveer $1020. Dus laten we even zeggen, je hebt nog steeds $4000 winst. Hè, die heb je in de pocket. En een deel dus van die winst, die besteed jij aan die call optie. Dus jou het $4000 over en je profiteert toch, in het geval Apple verder blijft stijgen. He, dus nog eventjes naar de optieseries. Dus die optie, die call optie heeft 155 dagen nog te gaan. Dus ja, de tijdwaarde is niet zo groot. Je hebt hier 0,035. He, dus kijk, als jij een optie zou kopen met een maandlooptijd, dat lijkt me niet zo verstandig. Want ja, je weet inmiddels, vanaf een dag of 40, 30... gaat die tijdwaarde heel snel uit zo'n gekochte optie lopen. En als jij een optie koopt, dan is de tijd eigenlijk jouw vijand. Hè? Dat is iets heel anders dan dat je opties schrijft. Dan kan eigenlijk de tijd niet snel genoeg verlopen, want dan loopt die optie leeg en dat is dan wat je wil. Maar als jij een optie koopt, dan wil je eigenlijk dat die tijdwaarde niet heel snel eruit loopt. Je wil niet dat jouw optie wat dat betreft veel waarde verliest. Dus nou, met zo'n langer lopende optie heb je daar niet zoveel last van. De delta, wat ik zei, is 0,52. Dus wat wil dat zeggen? Stel dat Apple een dollar stijgt. Voor elke dollar stijging pak jij dan $0,52 mee. Hè, dus dat is nog altijd best wel aardig. Dus je profiteert dan leuk mee met die stijging. En ja, als Apple inderdaad doorstijgt, dan zal die delta ook wel toenemen. Dus naarmate die delta hoger wordt, gaat jouw winst per dollar ook steeds groter worden met jouw call optie. Dus dat is natuurlijk best eigenlijk een leuke manier om aan de ene kant je winst te verzilveren en aan de andere kant toch, laten we maar zeggen, in het casino mee te kunnen blijven spelen. Dus je hebt een half jaar lang het recht om 100 aandelen Apple te mogen kopen voor $150. Dus je investering is ongeveer $1020. Dat is tegelijkertijd je maximale verlies. En ja, je maximale winst is in principe onbeperkt. Hè? In principe, want je hebt dat recht om die aandelen te kopen tot december. Nou, Apple zal waarschijnlijk niet maal 10 gaan. Maar in ieder geval, het zou heel goed kunnen dat Apple nog een stuk verder stijgt. En daar profiteer jij dan van mee. Nou, probeer ik iets verder te gaan. Oh ja, ander idee. Je hebt verschillende manieren, want ik zei al in het begin, opties zijn eigenlijk heel flexibel. Dus je kan ook nog op een andere manier profiteren van dit hele verhaal, in plaats van alleen een call kopen. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, je bent uitgestapt, je hebt je winst genomen, maar zou jij Apple misschien wel weer willen hebben voor, laten we zeggen, $125? Dus stel, Apple valt nu weer helemaal terug naar dit niveau. Zou jij dan denken, nou oké, dat vind ik een koopje. Stel dat ik Apple voor dat niveau zou
kunnen hebben, in portefeuille zou kunnen nemen? Nou, als het antwoord daarop ja is, dan zou je bijvoorbeeld een put kunnen schrijven op dat niveau. Een put 125, bijvoorbeeld met een maand looptijd. Ik heb gisteren, dacht ik maar even gekeken aan gisteren, en daarvoor ontvang je op dit moment ongeveer $45 voor één zo'n put die je schrijft. Nou, stel dat je dat elke maand doet, zolang Apple niet onder die 125 komt, dan pak jij toch leuk elke maand weer wat extra geld. En ja, oké, al komt Apple niet op dat niveau, is het natuurlijk helemaal geen ramp, want dan heb je toch wat extra rendement. Je hebt sowieso natuurlijk al de winst van je aandelen en iedere maand pak je met die geschreven put ook nog weer wat extra. Maar goed, daalt Apple dan onder de 125, ja, dan moet je de aandelen kopen. Hè. Dan krijg je een assignment, want je hebt de plicht op je genomen om de aandelen in portefeuille te nemen met die geschreven put. Maar goed, het is niet zo heel erg, want je hebt natuurlijk wel extra korting. Ten eerste de korting van de gedaalde koers. Hè. Je kan Apple goedkoper inkopen of voor een prijs die jij aantrekkelijk vond. En bovendien alle premie die je hebt verzameld, die mag je natuurlijk ook nog eens een keer houden. Dus nou, dat is ook weer een hele aardige manier om te zeggen, nou oké, ik neem aan de ene kant wel winst op mijn aandelen, maar ik probeer toch nog wat extra rendement te pakken, ook al heb ik die aandelen niet meer. Nou, dan hebben we nog een ander idee. In plaats van een call kopen of een put schrijven, kies voor de poor man's covered call. De poor man's covered call, dat is iets anders dan de gewone covered call. Daar kom ik zo nog eventjes op. Maar de poor man's covered call, nou zo poor is het allemaal niet hoor. Maar dan zou je bijvoorbeeld zeggen, nou ik koop die iets langer lopende 150 call. Hè. Ik betaal daar $10.20 voor. Maar ik schrijf een wat korter lopende call optie. Bijvoorbeeld de 160 call. En daar zou je dan ongeveer $1.70 voor ontvangen. En ook dit kan je natuurlijk weer elke maand doen. Hè? Je kan elke maand tot december, want dan loopt jouw langerlopende call, je gekochte call af. Maar je kan elke maand dan boven de koers van Apple een call schrijven. En dan hebben we het dus over de poor man's covered call, om op die manier ook weer extra rendement te maken. Nou is het alleen wel even opletten geblazen, want de aandelen zelf die heb je niet meer, dus je moet wel uitkijken voor een assignment, hè, als je dat niet wil, want je schrijft nu een call. Daarnet had ik het over een put die je schrijft. Dan moet je de aandelen in portefeuille nemen. Maar als jij een call schrijft, dan word je verplicht om de aandelen te leveren. Dus je hebt weliswaar die langer lopende call, maar je hebt niet de aandelen. Dus stel dat je een assignment hebt, dan ben je eigenlijk 100 aandelen short Apple. Nou ja. Dat kan je natuurlijk allemaal makkelijk oplossen. Je kan je call uitoefenen of je kan de aandelen weer terugkopen. Maar oké, als je dat allemaal niet zou willen, dan moet je dus wel eventjes oppassen. Dan moet je op tijd bijvoorbeeld doorrollen of die geschreven optie terugkopen. Maar het is in ieder geval weer een mogelijkheid. Hè? Nou, en tot slot, wat je natuurlijk altijd kan doen, stel dat je zegt, nou, ik wil echt mijn aandelen niet wegdoen. Ik wil ze in portefeuille houden. Dan kun je altijd daarboven natuurlijk die calls schrijven. En dan hebben we het over de, tussen aanhalingstekens, gewone covered call. Om extra rendement te maken. Nou, in dit geval, als je geschreven call in de money raakt, hè, dan moet je de aandelen leveren. Want je krijgt een assignment. Nou ja, is dat een probleem? Nee, niet echt. Want je hebt die aandelen. Hè, en dat zou dus ook betekenen dat als jij zo'n assignment zou krijgen, dat is op een hoger niveau. Hè? Die call-optie die je boven de koers hebt geschreven, die komt dan in de money. Maar dat betekent dus dat jouw aandelen ook gestegen zijn. Hè? Dus daar maak je dan winst op. De premie van je geschreven call mag je houden. Oké, en dan moet je dus je aandelen leveren. Maar je bent in ieder geval gedekt. Je bent covered, hè? Vandaar covered call. Dus dat is allemaal geen probleem. Dan maak je alsnog een hele mooie winst. Conclusie. Met opties ben je als belegger ineens een stuk flexibeler. Hè? Flexibeler dan dat je alleen iets met aandelen doet. Met aandelen is het zo, zodra je die hebt gekocht, is er maar één ding wat je wil, en dat is dat die aandelen stijgen. Hè? Want als een aandeel zijwaarts beweegt, ja, dan schiet het natuurlijk niet op, en helemaal niet als een aandeel gaat dalen. Maar je ziet met opties,
En dit zijn pas maar een paar mogelijkheden. Maar nou ja, ben je gewoon ineens een heel stuk flexibeler. Je kan op allerlei scenario's kan je inspelen. Ja, nog eventjes wat posities. Peter, misschien als we dan, voordat je naar je posities gaat, even een klein stukje antwoord op jouw vraag die je gesteld hebt. Ja. Henk die zegt, mijn aandelen AX en Corbion bij de Rabo en Maxim staan op verlies. Maar ik durf geen put of calls hierop te schrijven, dus ik lees en volg webinars. Nou, ik denk dat een heel goede insteek is, Henk. En met name het feit dat Peter zojuist een aantal goede suggesties heeft gedaan, dat je dat dan misschien toch gaat doen. Paul die zegt, klopt het winstbedrag, dus die heeft winst, maar dat is toch aan het dalen. Dus een winstbedrag is aan het dalen. Mm-hmm. Hij heeft tussentijds wel winst genomen, maar hoe ver laat ik nu de overige winst nog staan? Nou, ook daarvoor geldt eigenlijk dat je daar een aantal goede suggesties voor gedaan hebt. Ja. Goed geldt dat, die zegt van nou, het hangt ook van je beleggingshorizon af. Of je stil gaat zitten of alles in cash gaat plaatsen. En Charles die zegt, ja, die zit ook met hetzelfde probleem. Dat wel winst hebben, maar dan, die zien nu met deze dalingen die er gisteren, vandaag zijn, dat het winstbedrag natuurlijk af gaat nemen, gaat verminderen. Ja, precies. En als je natuurlijk de berichtgeving volgt, dan is vooral dat inflatiespook, wat maar steeds om de hoek blijft kijken. En de Fed die gaat er dan weer op reageren. Eerst zeggen ze dat het allemaal transitory is, van voorbijgaande aard. Nou, gisteren zei Janet Yellen weer dat de inflatie zal de komende maanden nog wel blijven stijgen. Maar daarna zal het wel weer een beetje gaan normaliseren. Maar goed, ja, er zijn genoeg kritische watchers van de beurzen die zeggen, nou, die inflatie zal waarschijnlijk helemaal niet gaan normaliseren. De kans is best groot dat voorlopig gewoon blijft. Hè? Je merkt het ook aan grondstoffen, alles wordt duurder. Dus ja, het zou heel goed kunnen dat die beurs nu toch wel een tikje terug gaat doen. Dat beleggers tot inzicht komen. Hè? Dus vandaar. Ik kan me goed voorstellen dat je dus nu met die vraag zit, ja, ik heb nog wel winst, maar het wordt allemaal wat minder en gaat dat stabiliseren of niet? Ja. Vandaar. Ja. Nou, ik denk dat een goede is, neem winst en een klein deel van die winst, stop dat dan in een call-optie, een wat langer lopende call-optie. Ja, zeker. Nou, ik heb mijn horloge naast me liggen, nog 6 minuutjes. Dan is het 12:30, dus ik wil nog even wat posities de revue laten passeren. En dit zijn dan wat posities die ik na ons afgelopen webinar van een maand geleden heb gesloten. Ik heb er ook nog een aantal die lopen. Maar goed, eentje daarvan was Cigna Corp uit de healthcare sector. En ik ben de laatste tijd ook een beetje aan het experimenteren met debit spreads, waarbij je dus een dichterbij gelegen optie koopt en een iets verder weg gelegen optie schrijft. Volgens eigenlijk het inzicht of het principe dat aandelen vaak weer teruggaan naar hun gemiddelde. Je ziet vaak dat aandelen die kunnen wel een week, soms wel 2 weken achter elkaar stijgen of dalen. Maar heel vaak gaan ze dan toch weer terug naar hun gemiddelde. Nou, dat gaat vaak goed. Soms gaat het ook niet goed. Waar het niet goed ging was bijvoorbeeld dit voorbeeld. 11 juni ben ik die gestart. Hier bij dat rechthoekje. De koers die was dus al een aantal dagen, gewoon weken gedaald. En hier leek het erop alsof die koers een beetje zou stabiliseren. Er kwamen wat kopers in de markt. Dus ik heb toen geopend de 240-245 bull call spread. Hè, met het groene streepje. Dat zou dan het niveau zijn waar de koers zou moeten komen. Of nog het liefst daarboven. En dan zou ik maximale winst hebben. Nou, je ziet, die koers die is helemaal niet verder naar boven gegaan. Die is nog verder gedaald. Iets gecorrigeerd. Maar op een gegeven moment dacht ik, de kunst is eigenlijk om met maximaal 50% verlies uit te stappen. Dat is bijna gelukt hier. Het was hier min $150 of euro. Dus deze is niet goed afgelopen. Deze Walmart, dat ging wel goed. Je zag hier dat ook Walmart behoorlijk fel naar beneden was gegaan. Hier nog met een gap omlaag. Nou,
dat heet vaak zo'n exhaustion gap, hè, zo'n uitputtingsgap. Dat is eigenlijk dat beleggers de handdoek in de ring gooien. Maar in het rechthoekje, daar zag je toch wel dat de kopers alweer instapten. Dus ik ben hier meegegaan en ik heb de 135, 140 call geopend. Dus ja, dit is dat 140 niveau, dat lijntje. En deze debit spreads doe ik meestal zo'n 30 dagen looptijd. Nou, je ziet inderdaad, die koers die begon te stijgen daarna. Ging vrij makkelijk door dat MA20, MA50 is toen een beetje blijven hangen. Maar goed, hier kon ik 168 euro winst bijschrijven. Meestal mik ik bij deze debit spreads op ongeveer 90% winst. Ik hoef niet het allerlaatste stukje winst, maar als ik 90% heb, ben ik heel blij. Goldman Sachs, dat was weer een iets andere strategie. Dit was de call calendar spread. Goldman Sachs ging ook behoorlijk hard naar beneden, is toen wat gecorrigeerd. En ik dacht, nou, dat 375 niveau, daar is de koers hier al eens een keer geweest, hier al eens een keertje. In dat rechthoekje ben ik ingestapt. Ik dacht, het zal mij niet verbazen als die koers daar nog weer even terugkomt en misschien wel wat weerstand gaat ondervinden. Nou, dat klopte vrij aardig. De koers ging omhoog. Weerstand op ongeveer 380, 375, 380. Daarna weer naar beneden. Dus daar kwam mijn positie enigszins weer in het verlies. Vervolgens weer omhoog gegapt. En toen dacht ik, ja, earnings die kwamen eraan. Ik vind het altijd link om over earnings in zo'n constructie te blijven zitten. Want na de earnings krijg je dat de volatiliteit in elkaar klapt. Dat is weer niet zo gunstig voor mijn calendar. Dus normaal gesproken mik ik bij een calendar op 50% winst. Nou, dat heb ik niet helemaal gehaald, 35%. Maar goed, ik was er blij mee, want ik dacht, nou, ik stap voor earnings uit. Ik kan toch winst pakken, dus prima. UPS, dit was ook weer een bull call spread, een debit spread. Ook hier weer koers gedaald. Maar goed, die ketst een beetje af op het stijgend MA50. Dus ik ben hier ingestapt met de 200, 205. Dus de koers die moest, als het even kon boven de 205 eindigen. Nou, de koers is nog eventjes door dat MA50 gegaan en is toen vrijwel meteen daarna flink gestegen. Nou, resultaat 235 euro, dus dat was prima. Humana, ook de healthcare, nou, die was ook behoorlijk gedaald van 4,70 helemaal naar ongeveer naar 4,15, 4,10 bijna. Hier kwamen alweer wat bulls om de hoek kijken. Bij het rechthoekje ben ik ingestapt met de 4,20, 4,25 bull call spread. En nou, al vrij snel daarna, nadat ik was ingestapt, ging die koers behoorlijk omhoog. En nou, die heb ik ook kunnen sluiten. Of die heb ik. Oh, daar gaat de telefoon. Die heb ik kunnen. Wacht even uitzetten. Ik heb eigenlijk die spread laten lopen. Want ik dacht, nou, die koers die was al zo gestegen. Dat die hoef ik eigenlijk niet te sluiten. Vandaar. Dan hebben we nog GLD. Dat is eventjes een ander verhaal. Die loopt nog. Die loopt vanavond af. En ik ben op 8 juni begonnen met die trade. Dat was hier bij dat rechthoekje. En ja, dat zag er natuurlijk heel bullish uit. Dus ik dacht, nou, de 175, 180 bull call spread. Dat is toch niet al te veel gevraagd. Hè? Dan hoeft die koers nog maar een paar puntjes omhoog te gaan. En ja, dan ben je er eigenlijk al. Hè? Dus ik heb 250 betaald, 2,50. Dat is eigenlijk altijd de limietprijs die ik inleg voor zo'n debit spread. Maar ja, je voelt allemaal aankomen. Ik was er nog niet ingestapt of hup, de koers die kelderde echt helemaal zuidwaarts. Waarschijnlijk was het weer een actie van JP Morgan, hè, die bekend staat om het manipuleren van de zilver- en goudprijs. Maar in ieder geval, ja, ik had geen kans meer om die koers, om die positie met 50% verlies te sluiten. Dus ik dacht op een gegeven moment, nou, ik laat hem lopen. Het wordt een loterij, een ticket, hè, een loodje uit de loterij. Wie weet. Nou, de koers is daarna flink gestegen. Maar goed, net niet dat niveau wat ik graag zou willen. Hè, boven die 175, of liefst eigenlijk boven de 180.
Dus vanavond loopt die af, maar ik had hem eigenlijk al een tijdje geleden afgeschreven. Dus resultaat wordt waarschijnlijk min 250. Nou, vragen, zoals altijd. Je kan me altijd een mailtje sturen, peter@slimmermetopties.nl of via de website mijnbeleggen.com. En dan ben ik volgens mij 2 minuten over 12:30. Dus. Nou, super Peter. Ja, er was nog één aanvulling van Paul. Je had het gehad over de inflatie en dergelijke. Maar Paul zegt ook van, er komt ook heel erg veel negatief nieuws uit China. En dus wat dat betreft is dat nog een extra argument om eens te kijken naar je aandelenpositie en de suggesties die jij gedaan hebt om daar eens... Was het maar eens spelenderwijs in je Papertrade account. Hè? Ga maar eens kijken hoe dat op die manier dan voor je uit kan pakken. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon naar slimmermetopties.nl gaan en Peter een mailtje sturen. En daar eens kijken hoe hij daar precies mee omgaat. Ja. Nog een laatste, Peter. Een vraag van Marcel. Kun je die dan ook niet beter doorrollen in plaats van afschrijven? Ik denk dat hij het over de goudpositie heeft van zojuist. Ja, dat is... Moeilijk denken. Kijk, in dit geval denk ik, ik heb er eigenlijk niet naar gekeken, dat ik dan had moeten bijbetalen. Nou, dat is eigenlijk iets met doorrollen wat ik niet doe, omdat je dan natuurlijk je risico gaat vergroten. Er zijn altijd eigenlijk twee opinies, twee opvattingen over doorrollen. Hè. Het is eigenlijk, ja, de een zegt, nou, dan koop je wat meer tijd. Maar ja, je kan ook zeggen, ja, je verlengt eigenlijk de pijn. Hè. Zo zou je het ook kunnen opvatten. Want ja, je kan ook denken, oké, ik neem een verlies, ik maak dat geld vrij om weer een nieuwe positie in te nemen. Maar ja, als je natuurlijk een maand verder gaat rollen en het wil niet zeggen dat de koers dan wel gaat de goede kant op gaat. Het kan natuurlijk zijn dat die koers gewoon blijft hangen of erger nog verder tegen je ingaat. En ja, dan zit jij steeds maar tegen dat verlies aan te kijken. Dus ik doe het soms wel hoor, doorrollen. Ik heb nu ook een positie in een olie-ETF. Ja, die komt wel in gevaar nu. Ik heb nog een maand te gaan. Die loopt pas ergens in augustus af. Dus ik kijk dat nog even aan. Maar het zou kunnen dat ik die bijvoorbeeld wel nog verder ga rollen. Als ik dat voor extra premie kan doen. Dan vind ik dat wel interessant. Maar als ik moet bij gaan betalen. En dat was bij GLD waarschijnlijk het geval geweest. Dan doe ik dat eigenlijk liever niet. Want dan, ja, wat ik al zei. Dan vergroot je je risico. En je verlengt eigenlijk weer de pijn. Maar... Het zou kunnen in principe, afhankelijk van de situatie. Oké, Peter, als jij even jouw scherm zou willen stop sharen, dan kan ik gaan start sharen. Als er nog vragen zijn voor Peter, zet die inderdaad ook in de chat. En ook als er vragen zijn voor mij, zet die dan ook in de chat. En dan zal Peter die op dat moment ook gewoon inschieten bij mij. Ja. Als het goed is en als het enigszins... To the point is dan, zullen we natuurlijk. Hè? Maar daar gaan we wel vanuit. Even kijken. Ik eens kijken of mijn muis het doet. En of mijn presentatie het goed doet. Ja, en dan wou ik het ook zo doen dat ik dit ga opnemen. En dan zeg ik goedemiddag ook alle deelnemers van dit webinar. Ook namens mij. Mijn naam is Menko Zweep. En we gaan het vandaag hebben over de optie-expiratie. En ik begin altijd met een vrolijk plaatje als het over de derde vrijdag van de maand gaat. Hè. Dus het begint niet alleen met Thank God It's Friday. De laatste dag voor het weekend, in ieder geval voor heel veel mensen. De laatste handelsdag op de beurs. Dus wat dat betreft is dat ook altijd een extra feestje om van te genieten. Mijn naam is Menko Zweep. Ik ben niet alleen geboren en getogen in Tilburg, maar daar heb ik ook gestudeerd. Aan de Katholieke Universiteit Brabant. En vervolgens ben ik bij Sagittarius Beleggingen gaan werken. Bij een vermogensbeheerder dus, als trader. Ik ben daar in aanraking gekomen met het beleggingsinstrument opties. En daar ben ik zodanig enthousiast over geworden dat ik in 2010 de website www.optiesbeleggen.nl ben gestart. Peter is met Slimmer met Opties ook een website gestart. Hè? Dus je bent altijd op zoek naar een goede domeinnaam. En dat geldt voor mij ook. En toen dacht ik even, nou, ik ben aan het beleggen met opties, dus ik start met de website optiesbeleggen.nl. In 2015, 2016 ben ik Harm van Wijk tegengekomen.
toen heette die website nog De Slimste Belegger, maar ook die website is omgeturnd naar mijn.belegger.com. En die vroeg aan mij van, wil jij ook jouw systeem en jouw systeem plaatsen op de website en ook van commentaar voorzien, zodat andere mensen daar ook van kunnen leren. Dus ook vanaf 2017 kun je mijn track record, dus mijn transactiehistorie zien bij mijn.belegger.com. Wat doe ik nu precies? Wat is mijn expertisegebied? Ik verkoop call- en put-opties op de AEX-index. Verkoper is in optieland hetzelfde als schrijven. Dus als ik zeg, ik ben aan opties aan het verkopen, dan is dat hetzelfde als opties aan het schrijven. En op het moment dat je een verkochte call en een verkochte put op de AEX hebt, dan noemen ze dat een short strangle. Dus mijn specialisatie is het innemen van short strangles. Ik heb daar een aantal redenen voor om opties te schrijven, te verkopen. Je hoeft namelijk niet altijd per se gelijk te hebben qua richting en de sterkte van de beweging. En de tijdswaarde, of de tijd is jouw vriend. En dat komt omdat bij opties is het inherent dat daar een looptijd aan verbonden is. Dus er is een houdbaarheidsdatum die bij opties geldt. Opties hebben dus niet een oneindige levensduur, zoals bijvoorbeeld een aandeel. Hè? Die kun je de rest van je leven in portefeuille hebben. Maar bij opties zit er altijd een houdbaarheidsdatum aan gekoppeld. Die tijdswaarde, dat is eigenlijk een heel belangrijk iets, want daar speel ik met mijn systeem optiebelegger KT erg op in om die tijdswaarde naar je toe te trekken. Het is niet alleen maar feest als je opties aan het verkopen bent. Er is ook namelijk een nadeel aan het verkopen van opties en dat is het risico. En om dit risico te beteugelen, om dat in de hand te houden, daarvoor zeg ik altijd dat dat een heel strikt risicomanagement of geldmanagement vereist. Dus ga, als je te weinig kennis hebt voor opties, niet meteen opties verkopen. Of doe dat in eerste instantie maar eens in je paper trade account. Of volg mij bijvoorbeeld, zodat je een klein beetje een idee krijgt hoe het nu precies in zijn werking gaat. Maar zorg ervoor dat je dat risico kunt beteugelen op het moment dat jij dan toch geen gelijk krijgt. Want wat gebeurt er dan namelijk? Je ziet hier in deze sheet de short strangle strategie. Ik beleg alleen maar opties. Ik schrijf alleen maar call en put opties op de AEX-index. Dus deze pijl hier in het midden, dat is de waarde van de AEX-index op dit moment. En wat doe ik dan? Ik ga een call optie verkopen boven de koers van de AEX-index. Dus hier heb ik geschreven een short call. En ik ga een put optie onder de AEX, onder de huidige koers van de AEX schrijven. En dan zit ik dus hier. Dat betekent dus dat ik een bandbreedte creëer boven en onder de AEX-index. Dus ik ga daar een marge omheen bouwen. Op het moment dat ik die call en put optie verkoop, dan krijg ik daar een premie voor. En die premie is meteen ook je maximale winst die je kan genereren in die tijdsperiode. Nou, dit gaat natuurlijk een hele lange tijd goed, want die AEX die mag best wel bewegen. Die mag sterker nog, hij mag eigenlijk ook nog buiten deze bandbreedte komen, want je hebt natuurlijk ook een premie ontvangen van die call en die put, zodat de bandbreedte wat breder is geworden dan de strike prices, dus de uitoefenprijzen van die call opties. Maar op het moment dat die AEX-index te hard omhoog gaat, dus we gaan hier dan naar rechts toe, dan kom je uiteindelijk bij een break-even point terecht. En als je dat niet goed in de gaten houdt, dan krijg je hier die rechterpijl naar beneden toe. Een fors verlies zou je kunnen gaan oplopen op het moment dat jij dat hele strikte risicomanagement niet goed hanteert. Sterker nog, ik heb hier zelfs geschreven, een ongelimiteerd verlies zou op kunnen treden. Nou, hetzelfde geldt hier aan de linkerkant. Stel nou voor dat die AEX-index naar beneden gaat, want we zijn hier gestart. We gaan hier die put optie verkopen, die gaan we schrijven. Dan gaan we op een gegeven moment hier een break-even point is gecreëerd. En als je dat niet goed in de gaten houdt en die AEX gaat te hard naar beneden toe, dan kun je op een gegeven moment hele forse verliezen oplopen. Dus daarvoor zeg ik, deze strategie, deze short strangle strategie, dat is helemaal mijn piece of cake, dat is helemaal mijn ding. Maar ga dat niet zomaar op eigen houtje zomaar rücksichtloos doen, maar zorg ervoor dat je dan heel goed weet wat je doet en zorg ervoor dat je risicomanagement op orde is. We gaan het vandaag hebben over optiebeleggen KT, want het is de derde vrijdag van de maand en het beleggingssysteem, of tenminste het beleggingsresultaat, dat wil ik vandaag met je doornemen. Ik heb een drietal systemen. Optiebeleggen KT staat voor korte termijn. Dan hanteer ik dus die short strangle strategie, maar mijn beleggingshorizon is dan 1 maand. En dat betekent dus dat ik posities inneem van optie-expiratiedatum tot optie-expiratiedatum.
Ik heb ook een tweede systeem, optiebeleggen LT, dat staat voor lange termijn. Dan hanteer ik ook die short strangle strategie. Alleen is mijn beleggingshorizon niet 1 maand, zoals bij korte termijn. Maar mijn beleggingshorizon is dan tussen de 3 en 9 maanden. En dan ook dat systeem, dat draait goed, zodanig goed dat ik op een gegeven moment ook een derde systeem geïntroduceerd heb. Optiebeleggen XLT. En XLT staat voor extra lange termijn. Dan hanteer dus wederom die short strangle strategie, maar dan met een beleggingshorizon van tussen de 1 en 2 jaar. Dus bij alle drie die systemen hanteer ik die short strangle strategie. Ik schrijf die call en put optie op de AX-index. Ik verkoop die call en put optie op de AX-index. Alleen dan met verschillende beleggingshorizonnen om op die manier zo onafhankelijk mogelijk te worden van de beweging van de AX-index. Ik heb wel een gelijkluidende doelstelling bij alle drie de systemen. En die heb ik wel eens gekscherend de 3 R's genoemd. Ik wil rust overdag hebben. Dus dat ik niet continu in de paniek schiet op het moment dat die AX te hard omhoog of te hard naar beneden toe gaat. Dat zorgt er dan ook voor dat ik rust s'nachts heb. S'nachts wil ik gewoon slapen in mijn bed. In plaats van over de AX na liggen denken dat die precies dingen doet die ik niet zo heel erg graag zou willen. Maar de echte R waar het natuurlijk om draait is de R van rendement. En zoals je ziet, bij alle drie die systemen wil ik een rendement creëren van 1% rendement per maand. En ik heb er heel stiekem een groter dan teken voor gezet. Dus ik wil minimaal 1% rendement per maand realiseren bij alle drie de systemen. Je kunt eens kijken op www.tradersvergelijken.nl. Ik zag dat hier een aantal mensen dit webinar volgen die me ofwel via mijn website volgen of via tradersvergelijken.nl. Daar kun je mijn transacties exact 1-op-1 volgen. De kosten daarvoor zijn €25 ex-BTW per maand. En we maken daar gebruik van het principe semi-autotraden. En dat betekent eigenlijk zoveel als dat op het moment dat ik een transactie verricht, dan krijg jij een sms'je. En op het moment dat je een bankrekening hebt bij Bingbank, dan hoef je alleen maar op de knop accepteren te drukken. En dan wordt exact dezelfde order die ik ingevoerd heb, die wordt ook uitgevoerd bij jou in jouw eigen bankrekening bij Bingbank. Je ziet er achter staan, in cursief gedrukt, het woordje Maxim. We zijn ook met Maxim bezig om de laatste hand te leggen bij, om ook het Trader Workstation platform ook aan te koppelen aan onze systemen. Zover is het helaas nog niet. De mensen die al wat vaker hebben gekeken, die zeggen, joh, hè, dat heb je wel eens vaker gezegd. Nou, het ligt jammer genoeg niet aan ons, want als het aan mij had gelegen, dan had het heel snel al voor elkaar geweest. Maar het ligt nog even bij de andere partijen. Die moeten het juiste vinkje zetten. Maar dan kan ook het principe van semi-autotrading kan daar plaatsvinden. Goed, bij opties heb ik dus al gezegd dat die bepaalde houdbaarheidsdatum, dat die expiratiedatum, dat van eminent belang is. En de optie-expiratiedatum is de specifieke dag wanneer die opties aflopen. Dus dan kun je eens kijken naar de derde vrijdag van september 2022. Hè, als je die opties opzoekt in je systeem, dan zie je bijvoorbeeld september 2022 staan. En dan is de houdbaarheidsdatum altijd de derde vrijdag van de maand. Nou, zo geldt dat natuurlijk ook voor de juli optie-expiratie. Ook daarvoor geldt dat de derde vrijdag van de maand de expiratiedatum is. Dan wordt dus besloten en bekeken of je daadwerkelijk geld hebt verdiend of geld hebt verloren. En die derde vrijdag van juli, die is vandaag. Dus daarvoor zeg ik ook, thank God, it's the third Friday. Dus ik heb er het woordje the third bij gezet. Want dat is in mijn systeem, zeker bij korte termijn, bij optiebeleggen korte termijn, ja, de belangrijkste dag van de maand. Eens even kijken. Die optie-expiratie die werkt net iets anders bij Nederlandse aandelen dan bij indexopties. En er is een groot verschil of je nu opties hebt gekocht of dat je die hebt geschreven, oftewel hebt verkocht. Ik beperk me nu eventjes tot de indexopties, puur vanwege het feit dat ik alleen maar opties op de AX aan het schrijven ben. En die indexopties die worden verhandeld via de Europese stijl. Dat betekent niet dat je ze alleen maar in Europa kan kopen of verkopen. Dat betekent eigenlijk alleen dat deze optie alleen maar op de expiratiedag mag worden uitgeoefend. En dat impliceert dat dus mijn tegenpartij, hè? Ik ben de verkoper van een call and put optie. En mijn tegenpartij is de koper uiteraard dan van die optie. Die kan mij dus niet tussendoor aanwijzen om mijn verplichtingen na te komen. Alleen op de expiratiedatum krijgt hij de mogelijkheid om
tot uitoefening over te gaan. Dat betekent dus niet dat ik als verkoper niet continu, dat het een heel statisch gebeuren is, dat ik de call en put optie die ik verkocht heb, dat ik daar alleen maar moet wachten tot aan de expiratiedatum voordat ik daar iets mee kan. Dat is helemaal niet het geval. Want ik kan op elk moment van de dag besluiten om de verkochte call of put die ik heb, of de call and put die ik heb verkocht, om die op dat moment terug te kopen. En zodat ik mijn positie kan gladstrijken. Even kijken. Ik zei inderdaad, gedurende de gehele looptijd kan die gewoon verhandeld worden. Dus ik kan op elk moment van de dag besluiten om mijn geschreven posities terug te kopen. De indexopties daar, ik had al verteld dat de indexopties iets anders werken dan de aandelenopties. Bij put en call opties op aandelen, dan wordt altijd de onderliggende waarde daarvan genomen. En daarvan wordt dan, die moet je dan tot gaan leveren of dat, die worden aan jou geleverd. Maar je kunt je voorstellen dat er geen aandeel AIX is. De AIX is een gemiddelde van 25 hoofdfondsen. Als ik het ietsje specifieker vertel, dan is de AIX-index een gewogen gemiddelde van 25 aandelen. Dus het ene aandeel weegt zwaarder dan het andere aandeel. Maar het is niet zo dat er een aandeel AIX geleverd kan worden. Hoe kom je dan toch tot een afrekening? Nou, dat heeft te maken met de expiratiekoers. Op vrijdagmiddag, dat was dus vanmiddag, tussen 3:30 en 4:00, wordt elke hele minuut tussen 3:30 en 4:00, wordt de stand van de AIX genoteerd. Dus je krijgt dan automatisch ook 30 standen. Die deel je dan weer door 30. En dan heb je de expiratiekoers van de maand juli te pakken. Die expiratiekoers die is eigenlijk heel erg belangrijk. Want ik had al gezegd, er is geen aandeel AIX. Maar bij indexopties heb je te maken met een cash settlement. En dat betekent zoveel dat op het moment dat jouw optie in de money is en je hebt die optie gekocht, dan krijg je automatisch geld gestort. En bij mij is het zo, ik heb die optie dan geschreven. En ik moet er natuurlijk voor zorgen dat die optie niet in de money is, want dan zou ik geld moeten gaan betalen. Ik wil het natuurlijk zo doen dat ik wel de premies ontvang en dat ik dan het rendement maak, maar dat ik daarna niet meer wil betalen om van mijn positie af te komen, om mijn positie glad te strijken. Want dat gaat dan natuurlijk ten koste van mijn rendement. Even een verslag van de AIX-index over de afgelopen maand. Vrijdag, moet ik even snel teruggeven, 18 juni was de optie-expiratie van van juni 2021. Dus op maandag 21 juni is die AIX-index gestart. Of in ieder geval moet ik zo zeggen, de optie-expiratie van juli is toen gestart. Met een opening op €715, rond het maar even af. En we zien dat er een hoogste stand is bereikt een paar dagen geleden op €747. 747 punten. En het laagste punt is op 21 juni, dus dat was eigenlijk al meteen op de dag van de opening die maandag, neergezet op 713 punten. Dat betekent dus dat er een spread is, dus een verschil tussen het hoogste en laagste punt van 35 punten. Nou, dat is toch nog best wel een aardig grote spread, hè, want we praten over zo'n 5%. Ik wil je dat eventjes laten zien in de grafiek van de AIX. Dan ga ik naar mijn account. Nou, dit is misschien ook wel even leuk om te zien. Je ziet hier dat ik kijk naar de aandelen van de AIX-index. Hè. Dus je ziet hier staan Adyen hier linksbovenin tot en met Wolters Kluwer. Als ik hem weer een klein beetje minimaliseer, dan druk ik op deze knop. Even kijken. En ik kijk meestal niet op deze manier naar de AIX-index, maar ik kijk op deze manier naar de AIX-index. En dan vind ik het altijd leuker om de groene jongens bovenaan te zetten en de rode jongens onderaan te zetten. Maar je ziet dus dat er een aantal aandelen zijn die stijgen. Je ziet dat er een aantal aandelen zijn die dalen. Maar je ziet bijvoorbeeld ook dat een aandeel als, nou, noem maar even iets, Unibail of KPN, dat dat nu stijgers zijn, maar dat het effect van die stijging niet zo groot is. Want we zien dat de AIX op dit moment op 796 punten staat. We zijn zo'n beetje 0,36% in de min aan het gaan. En dat betekent dus dat er meer aandelen in de min staan, maar ook dat er zwaarder wegende aandelen daar een hoofdrol in spelen.
Sterker nog, ik neem je even mee. En dan zie je hier staan ASML, Koninklijke Olie, Philips en Unilever. Ik kijk in wezen alleen maar naar deze vier aandelen om die beweging, omdat die de grootste beweging van de AEX hebben. Zij bepalen voor meer dan 50% de richting van de AEX-index. En dat is natuurlijk voor mij van belang als ik op die AEX-index aan het schrijven ben. Dit is de AEX-index van de afgelopen periode. Ik zit nu op 21 juni. Toen zijn we gestart met die juli-serie. Zoals ik je eigenlijk al zei, hè, dit was meteen ook het laagste punt, werd hier neergezet. Een paar dagen geleden werd hier het hoogste punt neergezet. We zien de afgelopen 2-3 dagen dat er een minnetje aan het ontstaan is. Dus dit is het koersverloop geweest van de AEX-index. En dat is voor mij natuurlijk een ideaal koersverloop, dat er niet al te veel beweging is, zodat ik ook niet in hoef te grijpen om mijn posities te sluiten. Oké, ik ga eventjes terug. Kijken of dat redelijk vlot gaat. Altijd even een kleine exercitie om dat goed te krijgen. We kijken of hij dan ook gaat. Ja, ik was hier gebleven. Hè. Ik heb je de grafiek van de AX laten zien. De spread die we gehad hebben. En nu wil ik je graag meenemen naar wat ik dus gedaan heb. Nou, ik heb je laten zien dat op 21 juni was de start op die maandag na de juni-expiratie. En toen ben ik begonnen met het verkopen, een openingsverkoop van een put AX. En toen heb ik de 640 put geschreven, verkocht voor €1,50. En dat met de transactiekosten eraf heb ik dus €149 opgehaald. En een paar dagen later, sorry, op 25 juni, heb ik de call optie AX verkocht, de 770-serie. Deze transacties zie je natuurlijk ook op mijn website. Die plaats ik trouwens ook op mijn.beleggen.com. Dus ook daar kun je dan zien dat ik die daadwerkelijk heb uitgevoerd. En er zijn hier genoeg mensen die deze transacties ook volgen. Dus die kunnen dat ook beamen dat dit inderdaad transacties zijn geweest die ik gedaan heb. De netto opbrengst is €178 geweest. En zo zie je dus dat ik mijn short strangle, het verkopen van een call en het verkopen van een put, dat ik die separaat ingenomen heb. Hè. Dus ik heb niet tegelijkertijd de call en de put verkocht. Maar ik probeer dan in die zin altijd de markt, de AX, een klein beetje te timen. En dus wat dat betreft dan ga ik deze positie dus apart van elkaar innemen. Om deze positie, of deze beide posities ook in te kunnen nemen, het verkopen van een call en het verkopen van een put, daarvoor vereist elke broker een marginverplichting of een marginverplichting. Die is bij een maximum ongeveer €5.900. En dat heb je dus nodig om deze call en put ook te schrijven, ook te verkopen. Je ziet hier rechtsbovenin staan dat ik reken met een benodigd vermogen van €10.000. Dus bijna 2 keer zoveel, hè, van €5.900 naar €10.000. En dat doe ik puur vanwege het feit dat je enerzijds natuurlijk ook wel eens een keer verlies maakt. En dan hoef je niet meteen bij te storten op het moment dat je heel kort aan de wind zeilt om met je vrije bestedingsruimte, hè, dus om de marginverplichtingen die de broker oplegt, om daaraan te voldoen. En op de tweede plaats is het zo dat elke broker ook nog eens een keer zijn eigen marginverplichtingen berekent. Dus dat is bij Maxim iets anders dan bij Binkbank, is iets anders dan bij De Giro, et cetera, et cetera. En dan is het ook nog eens een keer zo dat een marginverplichting geen statisch geheel is. Ook elke broker kan op elk moment de marginvereisten ofwel verhogen ofwel verlagen. Dus wat dat betreft heb ik ook wel gezegd van nou, ik ga niet op €5.900 zitten als benodigd vermogen, maar ik pak een hele ruime marge als je dit systeem wil volgen. De resultaten dan. Nou, hè, daar zijn we naartoe aan het werken. Je ziet dat ik in april 2020 gestart ben. Je ziet dat ik tot op heden alleen maar winsten heb gemaakt. Ik heb 16 maanden met dit nieuwe systeem, of ja, eigenlijk de verandering van strategie, ben ik gestart. Je ziet hier in het blauw staan dat de juli-expiratie, dat ik daar €178 heb verdiend en dat er achter staat een beoogd rendement. En dat komt puur vanwege het feit dat we vanmiddag tussen 3:30 en 4:00, zoals ik je verteld heb, dat dan die expiratiekoers
van de AX bepaald wordt. En dan wordt dus ook, de man met de hamer komt dan. Dan wordt dus echt definitief, mijn netto opbrengsten worden dan ook definitief netto winst gemaakt. Maar tot 1 minuut voor 4 kan er dus in wezen nog van alles gebeuren. Belangrijk is dat je je winsten laat staan en dat je je verliezen ervoor zorgt dat je die niet hebt of niet gaat creëren. En dat zeg ik ook van, soms heb je ook wel eens te maken met dat de beurs niet meeziet. Want ik zie hier bijvoorbeeld in februari 21, toen heb ik ingegrepen. Ik heb hier in juni 2020 ingegrepen. Maar je moet er dus voor zorgen dat je geen verlies in je posities gaat creëren. En zo kun je dan uiteindelijk ook voor zorgen dat je een goed rendement maakt. Hoe ziet er dat dan uit, dat rendement? Nou, als je alles bij elkaar optelt en aftrekt, dan kom ik op zo'n 15% rendement per jaar. En dat is precies mijn doelstelling, hè? Dus die 1% rendement per maand, of die minimale 1% rendement per maand, die wordt daarmee gerealiseerd. Als je nu puur gaat kijken op basis van de daadwerkelijke margeverplichting, die je bijvoorbeeld bij Maxim door Maxim wordt gehanteerd, hè, dan praat je dus niet over die 10.000 euro, maar op 5.900 euro, dan wordt mijn rendement natuurlijk uiteraard ook een heel stuk hoger. Hè, dan kom je op 25% rendement per jaar, oftewel ruim 2% per maand. Maar nogmaals, ik hou vast aan mijn 10.000 euro aan benodigd vermogen, omdat je dus nooit al te scherp aan de wind moet zeilen met je margeverplichtingen en met je vrije bestedingsruimte. Vanmiddag is het dus feest, dan drinken we daar een goed glas wijn op, want we hebben wederom geen verlies gemaakt, wederom winst gemaakt. En vanaf volgende week ga ik dus posities innemen voor de optie-expiratie van augustus. Ik heb een aanbod, sterker nog, ik heb eigenlijk 2 aanbiedingen. Op het moment dat je nu naar tradersvergelijken.nl gaat en je hebt interesse om dit systeem ook te volgen, dan had ik je verteld dat het normaal gesproken 25 euro per maand kost, ex-BTW. En dat is over 12 maanden genomen natuurlijk 300 euro per jaar, ex-BTW. Als je daar nu naartoe gaat en je schrijft je in met de kortingscode webinar, dan kun je mijn systeem gaan volgen voor 250 euro per jaar. Oftewel, je betaalt 50 euro minder, oftewel je krijgt 2 maanden gratis. Wil je eens kijken hoe dit systeem in zijn werking gaat, dan kun je ook naar mijn website toe gaan. En dan stuur je me een mailtje naar aanmelden@optiebeleggen.nl. En dan kun je 1 maand lang alle transacties die ik verricht gratis per mail krijgen. En zo kun je natuurlijk zien welke transacties ik verricht. Heel belangrijk, welk risicomanagement ik hanteer op het moment dat het nodig is. En uiteraard ook welk rendement, hoe hoog het rendement is dat ik realiseer. Dus wat dat betreft dan, ja goed, hè, er zijn een aantal mogelijkheden om eens te gaan bekijken of opties ook voor jou interessant is. Je kunt dus bij Peter terecht, je kunt bij mij terecht om te kijken wat wij nou precies doen en onze transacties te volgen. Maar ook misschien een klein beetje ideeën op te doen om in jouw eigen portefeuille flexibeler met opties om te gaan. Want dat is natuurlijk uiteindelijk waar we het voor doen, om het enthousiasme wat Peter en ik hebben over het instrument opties, om dat ook over te brengen naar jullie. Eens even kijken, want ik zit op het eind van mijn presentatie. Je verhaal was zo helder, Menko, dat er niet 1 vraag is gekomen. Nou, dan hebben we het goed gedaan. Plus, dan is het lunchwebinar van 12 tot 1 exact goed getimed, Peter. Precies. Nou, even kijken. Ik weet niet of Harm inmiddels ook in de house is of nog even niet. En Harm is er, ja. Want anders wou ik zeggen, dan ga ik een hele mooie afronding doen en iedereen bedanken voor hun aanwezigheid en hopen dat Peter en ik een inspirerend lunchwebinar hebben gegeven en jou vast een goed weekend wensen, maar dan laat ik dat natuurlijk aan jou over. Ja, nu heb je toch een klein beetje het gras voor mijn voeten weggemaakt, maar goed, ik wil jullie in ieder geval ontzettend weer bedanken voor weer een mooi en inspirerend webinar, om zomaar even weer met de billen bloot te gaan, te kijken wat er allemaal is gebeurd, wat voor transacties jullie hebben gedaan, en ook de mogelijkheid geven om iedereen om de vragen te stellen. Dus Christel zegt ook inderdaad helder uitleg van zowel Menko als, dan schiet hij net eventjes naar boven, als Peter, waarvoor oprechte dank. Dus het wordt in ieder geval gewaardeerd.
Dankjewel. Mooi. Dus dat is in ieder geval heel erg mooi. Dus jullie in ieder geval ontzettend bedankt. Maar zeker ook de kijkers en luisteraars van vandaag natuurlijk naar dit lunchwebinar. Dus we zijn er binnenkort weer morgen niet. Hè, dan is het even weekend. Maar maandag zijn we er weer om 8:00 ochtends met het ontbijtwebinar. Ja. En dan gaan we daarna weer... ik heb zelf voor maandag een lunchwebinar gepland. Hey, dat zou ik staan. Waar gaat het over, Harm? Ik ga het hebben over de BFM-portefeuilles. Okay. Dus ik heb daar een nieuw webinar voor gemaakt. En omdat daar toch wel heel veel vragen over zijn... heb ik gemeend om daar eens een keer een mooi webinar voor te maken. Leuk. Dan ga ik zelf eens een keer sessie. Een lunchwebinar doen. Ja, ik wou zeggen, dan heb je maandag een dubbele sessie, hè? Ja, eerst om 8:00 en dan om 12:00. Dus, en misschien als het goed bevalt, daarna s'avonds nog een keer nog een dinersessie of zo. Maar ontbijt en lunch is misschien wel genoeg voor... Ja, dan heb je genoeg gegeten, hè? Ja, volgens mij wel. Dus, we hebben in ieder geval nog een aantal mooie andere lunchwebinars gepland staan voor volgende week. Dus volgens mij komen de dagen wel weer door. Nou, we hopen een stuk inspiratie eigenlijk te bieden voor de mensen die kijken. En op het moment dat we dan de handelssystemen naar voren kunnen brengen en dat daar de juiste punten uitgehaald worden. En dan zeker als het beleggingsinstrument opties, hè, waar Peter en ik dan met name ook op gefocust zijn. Dat we daar leuke rendementen mee kunnen maken. Maar met name ook dan kijken naar dat risicomanagement. Ik blijf er altijd maar op hameren. Terwijl mensen zeggen, joh, focus je nou toch eens gewoon meer op het rendement. En dat heb ik ook wel eens tegen Peter gezegd. Natuurlijk maak je ook wel eens een keer verlies. Maar je moet je misschien ook wat meer laten horen dat je goede rendementen maakt. Maar goede rendementen die behoren ook bij een goed risicomanagement. Dat is eigenlijk wel de kern van het verhaal, denk ik, als ik dat zo mag zeggen. Ja, denk ik. Ja, een bekende uitspraak is, risk is what you control, return is what you get. He, dus je focust op het risicomanagen en dan volgt het rendement vanzelf. Ja, dus op het moment dat je focus op het rendement en het risico negeert, dan komt u op een gegeven moment komt een keer op de koffie. Dus daarom moet je altijd gewoon focussen op je risico. Ik maak op die manier altijd gebruik ook van spreads. Dus er lopen in ieder geval vandaag weer een paar met een beetje goede wil lopen die vandaag weer 100% binnen. Leuk. En niet afgaan op wat we hier in dit cartoon zien van Menko, op geruchten. Hè? Dat iemand roept verkopen of ander die roept weer kopen. Ja. Dat, op de lange termijn is dat denk ik niet een hele goede strategie. Nee. Volg je doel. Dat, absoluut, wat dat betreft, heb een strategie, heb een systeem en hou je daar gewoon aan. En dat is denk ik ook wel een van de belangrijkste dingen. Probeer je emotie buiten de deur te houden. En dat kan denk ik, als je een goede strategie hebt, je goed systeem hebt. En dan komt het volgens mij voor mij helemaal dik in orde. Hartstikke fijn. Tof. Nou, dan gaan we ons prepareren voor vanmiddag. 4:01 stuur ik mijn mailtje naar alle leden en klanten. Om de afsluitingen te hebben van de juli-expiratie. En dan gaan we weer vol aan de bak voor de augustusperiode. En ik denk dat we het zo doen, Peter. Als ik jou weer mag uitnodigen voor... de derde vrijdag van augustus, dat we onze traditie een klein beetje voortzetten. Dat we dan ook weer... Ja, precies, een aardig ideetje voor de komende sessie. Ik denk dat dat ook wel weer interessant kan zijn, dus laten we dat zeker doen. Heb je een tipje van de sluier of hou je het in het ongewis? Ja, ik zat te denken gisteren toen ik een onderwerp aan het bedenken was, iets over synthetische aandelen. Dat leek me wel eens aardig. Oké, leuk. Omdat aandelen natuurlijk in veel gevallen, ik liet al zo'n grafiekje zien, zijn zo hard gestegen en zijn in sommige gevallen zo duur eigenlijk. Maar stel nou dat je toch iets zou willen daarmee, wat kan je dan doen? Toen dacht ik, nou, misschien iets synthetisch. Ja, en eventueel daaronder dus gewoon een gekochte put-optie. Dat als het dan toch gewoon, als je wat hoogte hebt, toch misgaat. Dat je op dat moment dan toch in ieder geval je risico daaronder afdekt. Ja, want zoals je al zei, het draait inderdaad allemaal om risicomanagement. We hebben totaal niet in de hand wat er op de beurs gebeurt. Het enige wat we wel kunnen beheersen, dat zijn de risico's. Hè? Dus dat is heel belangrijk. Ja. Zeker waar. Nou, goed idee staat hier, Peter, synthetische aandelen. Nou, kijk, ja. Gaan we doen.
Nou, dan gaan we de volgende keer inderdaad gewoon hebben over synthetics. En dan gaan we eens kijken hoe mensen nog meer inspiratie kunnen laten opdoen door de lunchwebinars. Dus nou, allemaal ontzettend bedankt. Maak er een heel mooi weekend van. Goed en weekend, dan, iedereen. Ja, zijn we er binnenkort weer. Oké. Goed weekend. Tot binnenkort. Tot dan. Hoi.